Op het ministerie van Openbare Werken is een continu proces gaande om het ministerie zo efficiënt mogelijk te maken en goederen terug te halen. Minister Riyad Noor Mohammed zegt dat zij nog steeds tips binnenkrijgen over voertuigen en materieel die worden binnengehaald en illegaal bij derden stonden. Ook is de KLAT met een steekproefanalyse begonnen om na te gaan wat er de afgelopen jaren misging op het ministerie. Is dat het KLAT al gestart is. Ze zijn al op bezoek geweest bij mij om na te gaan met een steekproefanalyse of er wat mis is geweest afgelopen jaren. Tot heden. Laat me dat duidelijk zijn. Tot heden. Ik laat alles onderzoeken, want ik ben ook een nieuwe minister. Dus ik laat de procedures ook checken of die ook aangepast zijn. Want we hebben wat aanpassingen gedaan hoor. Laat me dat gelijk zeggen. Ik heb gelijk ingespeeld op hun adviezen. Er zijn wat aanpassingen nu gepleegd. Je gaat binnenkort wat nog betere dingen zien. De bussen gaan ook transparant zijn. Want ook daar hoor je zoveel verhalen over. Dus er komen glazen bussen, zodat iedereen het ziet. Dat zijn gekke dingen, maar je hoort alles wat klachten. Dus we pakken dat aan. Op basis van die steekproef gaan we bepalen of grootschalig onderzoek ingezet gaat worden naar alle andere projecten. Je weet, er worden heel veel beschuldigingen geuit over projecten in Nigeria, over Vierbaans Highway, over de pompgemalen, de pompen die gekocht waren door vroeger dingen, over de landelijke asfalteringsprogramma's. Maar daarom heb ik het onderzoek objectief laten doen. Dus laat me wachten of er onvolkomenheden zijn. En dan, als ik aanleiding vind, zullen we het grootschalig onderzoek pas instellen. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken gisteren voor de aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.